Vanavond kom ik vanuit Egmond aan Zee en ik tref het. De zomerzon is er, want het voelt ook gewoon zomers aan hier. Ik ben op Duinpark Koningshof en dan wil ik van jou weten, Jelly, wat maakt dit park zo speciaal? Het speciale is dat wij hier 16 duinlotjes hebben. Wat zijn dat duinlotjes? Duinlotjes is een combinatie van een bungalow met een tentdoek. Dus de charme van het tent en van het kamperen, maar de luxe van een bungalow. En dat in één. En als ik zo om me heen zie, het is lekker druk. Het is hartstikke druk. Het gaat hartstikke goed. En het is mooi weer, dus we hebben er zin in. En beter dan vorig jaar, neem ik aan? Beter dan vorig jaar, ja, klopt. En dus even een slechte dag er tussendoor mag, toch? Mag. Is niet zo heel erg. Hoe ver zitten jullie van het strand? We zitten ongeveer 2 kilometer van het strand. Dat is 10 minuten fietsen? Klopt, ja. Nou, is toch geweldig? Lekker toch? Zullen we eens kijken of het nog strandweer gaat worden? Nou, graag. Ja, dat gaan we ook doen hoor. Maar ik begin natuurlijk met het weer voor vannacht. Een vrij heldere nacht, flinke opklaringen. Temperaturen zo tussen de 9 en de 11 of 12 graden. Maar in het westen aan de kust 13 of 14 graden. En weinig wind. Morgen, het wordt een dag met geregeld zon. Eigenlijk best wel een leuke zondag om er even op uit te gaan. De temperaturen komen gemiddeld ook wat hoger te liggen. Zo tussen de 18 en de 22 graden. Dus op de meeste plaatsen gewoon een warme dag. De wind komt nog altijd uit noordelijke richtingen tot noordwest en die wind is zwak of matig. En omdat er niet zoveel wind staat, zal het zelfs wat warmer aanvoelen. Ja, en dan gaan we door naar de maandag. Die geeft ons ook de zon erbij. Die geeft zoals het nu staat droog weer, tot aan de avond. En later op de dag meer bewolking, de temperaturen 19 tot 22 graden. En nog altijd die noord tot noordwestenwind, die is zwak of matig. De kracht 3, hooguit kracht 4 in de kustgebieden. Op naar de vooruitzichten. Dinsdag een dag met pittige buien. De zon komt wel tevoorschijn. Temperaturen zo rond 19 graden. Woensdag ook nog een enkele bui en een buitje met zo'n 19 graden. Maar daarna komt de donderdag en dan hebben we volop zomerweer in ons land. Want de temperatuur gaat dan gemiddeld richting 21 graden. Betekent plaatselijk zelfs 23. De zon er flink bij. Kunnen we nog wel even naar het strand. En waar komen jullie vandaan? Harbelen. En hoe lang blijven jullie nog? Een week. Ah, dus je treft het. Ja, geweldig. Morgen mooi weer, vanaf donderdag weer helemaal zomer. En of dat zomerweer ook gaat doorzetten, daar kom ik natuurlijk morgen wel op terug. Nu vanuit Egmond aan Zee. Een vakantiegroet aan iedereen die kijkt. Wij zeggen, ontmoet, tot morgen.